Martyrologium van 7 juni, de 15e dag na de nieuwe maan. In Ierland de heilige Comanus, bisschop en abt van het door hem zelfgestichte klooster van Dromore, die in het gebied van Down zich op bewonderenswaardige wijze inzette voor Christus. Te Córdoba in de streek Andalusië in Spanje de heilige martelaren Petrus, priester, Wallabonsus, diaken, en Sabinianus, Wistremundus, Habentius en Jeremia, alle monniken die omwille van Christus tijdens de vervolging werden afgeslacht door de Moren. Te Newminster in Northumbria in Engeland, de heilige Robertus, abt uit de Cisterciense orde, die zich toelegde op armoede en gebed en die met 12 monniken dit klooster stichtte, waaruit in korte tijd 3 groepen monniken voortkwamen. Te Piacenza in Emilia het overlijden van de heilige Antonius Maria Gianelli, bisschop van Bobbio, die de congregatie van de dochters van Onze Lieve Vrouw van de Tuin stichtte en die door zijn ijver een luisterrijk voorbeeld was in de zorg voor de behoeftigen en hun zielenheil en in het bevorderen van de heiligheid van de clerus. Kostbaar is in het oog van de Heer het sterven van zijn heiligen. Ik lees voor uit het boek Wijsheid. Over uw heiligen echter straalde het klaarste licht. De anderen, die wel hun stemmen hoorden, maar hun gedaante niet zagen, prezen hen gelukkig, omdat ze niet hetzelfde ondergaan hadden. Zij waren ook dankbaar dat ze niet geschaad werden door degene die door hen onrechtvaardig behandeld waren, en ze vroegen vergiffenis voor hun vijandig gedrag. Daartegenover hebt gij een vlammende vuurzeil gegeven als gids op een onbekende weg, als een onschadelijke zon op een roemvolle tocht. Woord van de Heer. Wij danken God. Op 7 juni viert de kerk de heilige Comanus, abt vanuit Ierland, Dromore. Hij wordt geboren zo in de 6e eeuw, begin 6e eeuw, misschien eind 5e eeuw, dat is in ieder geval de periode waarin hij leeft, in het koninkrijk Dal Riada, aan de westkust van Schotland en het noordoosten van Ierland. Hij is van de generatie net na Sint Patrick, die daar het christelijk geloof heeft gebracht. Hij wordt gedoopt door zijn oom, die bisschop is en overigens dezelfde naam draagt, namelijk bisschop Coleman, Comanus. Coleman wordt uiteindelijk leerling in de kloosterschool van Caolan. Caolan is de abt van het klooster van Nendrum, zo rond het jaar 520. Caolan was erg onder de indruk van Coleman. Onder de indruk van zijn geloof, van zijn vurigheid. Hij zag in hem een apostel van christelijk geloof, in navolging van Sint Patrick. En hij was onder de indruk van zijn charisma om wonderen te verrichten, genezingen en andere wonderen. En daarom stuurt Coleman naar verschillende kloosters, om daar kennis te maken van binnenuit met het kloosterleven, om te leren wat het is om als gemeenschap te leven, te bidden, te werken, te studeren. Hij pakt dat goed op. En Coleman, die gaat dan vooral zich richten op de studie van de Heilige Schrift. Hij doet dat eerst daar, in Nendrum, maar naderhand zal hij zich verplaatsen naar Emly, en daar zo eind 5e eeuw zal hij zich jarenlang verdiepen in de Heilige Schrift. Als hij uitgestudeerd is, nou ja, wanneer ben je uitgestudeerd op de Heilige Schrift, maar in ieder geval na een tijd keert hij terug naar het klooster van Nendrum, naar zijn oude leermeester Caolan in Mahi Island. Hij wordt
opnieuw als het ware leerling, assistent van zijn leermeester Kaulan. En dat doet hij vele, vele jaren achtereen. Vervolgens wordt hij erop uitgestuurd om een nieuw klooster te stichten. En dat doet hij ook. Hij sticht de abdij van Mugmore in County Antrim. En die abdij heeft uiteraard een abt nodig. En zo wordt Coleman de eerste abt van Mugmore Abbey. Van daaruit trekt hij door naar Dromore. En ook daar sticht hij een klooster en een kerk in het jaar 514. Het is een klooster van strenge observantie. De monniken houden er een streng kloosterleven op na. Veel gebed, stilte, eenzaamheid, eenvoud, armoede. Het is een klooster naar Ierse snit, zou je kunnen zeggen. Een klooster wat ook een aantal belangrijke en bekende heiligen voort zal brengen. Uiteindelijk weten we niet veel meer van dit klooster en van Colmanus. We weten alleen nog dat dit klooster, deze abdij van Dromore, uiteindelijk ook een bisschopszetel wordt. En mogen we dan ook aannemen dat Colmanus, behalve abt, ook bisschop is geweest. Meer weten we niet van deze Colmanus. Meer weten we niet van de heilige die we zojuist hebben besproken met elkaar. Het is in ieder geval iemand geweest van het allereerste uur van dat christelijk geloof in Ierland. Sint Patrick bracht het geloof. Ja, en dan hoe gaan we verder? Hij wist dat op te pakken. En vanwege zijn vurigheid, zijn charisma, heeft hij velen geïnspireerd om zich te laten dopen, het christelijk geloof aan te nemen en meer nog om na zijn eigen kennismaking met het kloosterleven toe te treden tot het kloosterleven. We mogen zijn voorspraak vragen dat ook wij in vuur en vlam mogen staan voor die evangelisatie ook in ons eigen land. Dat we zelf ook momenten van bezinning en stilte mogen inbouwen in ons leven. Daarvoor hoef je niet in het klooster te wonen, dat mogen ook wij thuis doen. En daarom is het ook goed om telkens weer op deze manier ook met elkaar verbonden te zijn. En zo naast de heiligen ook onszelf te overwegen, als het ware, te bezinnen. En ons in gebed tot God te richten. Laten we dan met elkaar bidden. Sta uw volk, Heer, bij dat u verkondigt. Gij die wonderbaar zijt in uw heilige. En schenk het uw overvloedige hulp, nu het zijn vertrouwen stelt op uw barmhartigheid. Door Christus onze Heer. Amen. De Heer schenken ons zijn zegen, hij beware ons voor onheil en geleide ons tot het eeuwig leven. En mogen de zielen van de gelovigen door de barmhartigheid van God rusten in vrede. Amen. Gaat heen in vrede. Wij danken God.